Eindelijk is die er, de zon. Voor automobilisten het sein om hun winterbanden om te wisselen voor zomerexemplaren. En dat betekent veel werk voor de bandenwisselbedrijven. De broers Belsma in Kolham doen 30 auto's per dag. Ja, dat is elk kwartier, elke half uur een auto. Topdrukte eind april. Wie had dat verwacht? Toen de kou maar bleef aanhouden, zegt de klanten hun eerder gemaakte afspraken massaal af. Die winter die vernachtelt je een beetje, want elke morgen denk je van nu wordt het wat mooi weer. Maar het was geen mooi weer, het vroeg verdikken me nog. Dus ja, dan ga je twijfelen, hè. En achteraf ben ik blij dat ik niet door heb, want nu pas is beter. Dat de drukte pas zo laat in het voorjaar is, is nieuw voor de broers. Het is in onze tijd dat we hier nog nooit voorgekomen eigenlijk. We zitten hier nu 6 jaar en in die tijd hebben we dat nog niet meegemaakt. 600 set zomerbanden staan er in opslag. Ze zijn nu halverwege met het verwisselen en dan zijn er ook nog de klanten die de banden zelf meenemen. Al met al nog een hele klus. Als we normaal inplannen zitten we op 3, 4, 5 mei. Ja, 5 mei natuurlijk niet, maar en anders gaan we zuipen nog door als het helemaal niet anders kan. En dan zitten we al in mei voor winterbanden. Ja, dat is heel apart inderdaad. Nu maar hopen dat de klanten ook extra lang op de zomerbanden kunnen blijven rijden.